genomineerd voor de Mariska Lips Award 2017. Zij is al een aardig eind op weg naar de top. Olivie van der Linden. Zijn droom is spelen bij Manchester United. Lloyd Bomaerts. Zij traint meer dan 20 uur per week. Tessa Wouters. Een kinderfeestje naar een klimhal zette de 16-jarige Olivie van der Linden aan om te gaan klimmen. Inmiddels traint ze 3 keer per week en is ze goed genoeg voor deelname aan het Nederlands jeugdkampioenschap. Haar droom is meedoen aan de Olympische Spelen in 2020. Niet alleen om te presteren, ook om samen met haar helden te klimmen. Als speler van Willem II werd de 13-jarige Lloyd Bomaerts geselecteerd voor de selectiewedstrijden KNVB Oranje 013. Erg cool om met de beste spelers van je eigen leeftijd wedstrijden te spelen. Om al deze topprestaties te leveren en te combineren met school, heeft hij maar 1 antwoord. Goede planning en discipline. School gaat, moet Tessa Wouters nog keuzes maken. Op het gebied van turnen weet deze 13-jarige gymnast heel goed wat ze wil. Nederlands kampioen worden om daarna de wereld te veroveren. Met haar 2e plaats op een internationale wedstrijd op Malta is ze in ieder geval al goed op weg.